Dank jullie wel. Gisteren toen ik mijn reis hier naartoe aan het plannen was, toen ben ik eens gaan kijken van hoe kan ik nou op een duurzaam festival te komen zonder CO2 uit te stoten, zonder broeikasgassen toe te voegen aan het klimaat, aan de atmosfeer. En ja, het is mij niet gelukt om die manier te vinden. En ik ben heel benieuwd of er iemand in de zaal is die dat wel gelukt is. Wie is hier gekomen zonder broeikasgassen uit te stoten, zonder iets bij te dragen aan klimaatverandering? Eentje. Oké, en wat hebben jullie gegeten onderweg? Ja. Nou ja, één halve groep zou ik willen zeggen. En dit fenomeen, dit fascineert mij mateloos. Want we leven in een vrije markteconomie. Dat is ons altijd verkocht als we hebben volop keuzevrijheid. Dat is volop goed voor ons als burgers. Er is ook altijd gezegd, een beter milieu begint bij jezelf. Maar op de een of andere manier, in die vrije, liberale wereld die wij met elkaar hebben gecreëerd, zullen allemaal mensen, en ik ga er zomaar even vanuit dat iedereen hier zit, omdat we streven naar een duurzamere wereld. En toch is er, in de context waarin we leven, is het eigenlijk totaal onmogelijk om zelfs maar een dagje geen broeikasgassen uit te stoten. Ik kom daar straks op terug. Maar mij is gevraagd om te reflecteren op de staat van onze economie. En ik vind het altijd wel interessant, zeker op de dag na Prinsjesdag. Ik heb gisteren gezien hoe de koning aan het reflecteren was op de staat van onze economie. En als we de koning mogen geloven, en we weten uiteraard wie zijn tekst geschreven heeft. Maar als we de koning mogen geloven, gaat het ontzettend goed met de economie. De minister van Financiën is ook ontzettend tevreden over hoe de economie ervoor staat. Maar wat ik er lastig aan vind is, want we hebben het afgelopen jaar ook heel veel gehad over die economie. En we hebben het heel veel gehad aan talkshowtafeltjes, in de kranten, in de media, in de Tweede Kamer, in het parlement. Over hoe gaan we zorgen dat de economie herstelt na corona. Maar één vraag die ik eigenlijk bijna nooit gesteld hoorde worden. Ja, ik heb hem mezelf heel vaak horen stellen, maar meestal ook gewoon thuis achter mijn laptop in mijn woonkamer. Want ik heb ook net als jullie anderhalf jaar in eenzame opsluiting doorgebracht. Maar de vraag die eigenlijk nooit gesteld werd, of veel te weinig gesteld werd, is de vraag, ja, herstel van wat? Wat willen we precies herstellen? Want toen die coronacrisis uitbrak, ik weet ook nog welk angstzweet mij uitbrak, toen premier Rutte, de persconferentie gaf die ons in lockdown stuurde. Ik had net het manuscript van Fantoomgroei af. Ik samen met Hendrik Noten anderhalf jaar, bijna twee jaar heel hard op zitten pezen. En dat boek was geschreven vanuit het perspectief, de bomen lijken tot in de hemel te groeien. Maar ondertussen gaat er eigenlijk iets heel erg mis in onze economie. En dat perspectief, dat voelde wat gek, want we zaten opeens in de diepste crisis. Dus we hebben dat heel snel aangepast. Maar we zitten nu weer op het punt wat doet denken aan het moment voor de crisis. De bomen lijken economisch tot in de hemel te groeien. We zijn rijker dan ooit. Maar tegelijkertijd zien we dat de lonen veel minder snel groeien dan het BBP, dan de economie. We zien dat de huren sneller stijgen dan de lonen. We zien dat de huizenprijzen nog weer veel sneller stijgen dan de lonen. Op dit moment stijgt een gemiddeld huis in Nederland met 6.000 euro per maand in waarde. Nou, een modaal inkomen is net op 2.300 euro per maand. Dus op het moment dat jij nog geen huis bezit en je moet dat nog kopen, dan zie je dus elke maand, nou ja, wat kan je sparen als je een modaal inkomen hebt, misschien 200 euro per maand. Zie je dus elke maand die woning 5.800 euro verder van je verwijderen. Als we kijken naar waar de koning het gisteren over had, dingen als toeslagenaffaires, sociale advocatuur, de rechtsstaat. Er zijn ongelooflijk veel indicatoren op basis waarvan je best wel zou kunnen concluderen dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat met Nederland als we misschien zouden willen geloven. Dus de vraag die we volgens mij moeten beantwoorden voordat wij verder kunnen gaan met dit festival is, wat willen we precies herstellen en naar wat voor samenleving willen wij gaan? En in dat boek ben ik heel erg op zoek gegaan naar antwoorden erop. En wat mij, in het begin dacht ik dat de relevante vraag was, van hoe komt het dat die economie zoveel sneller groeit dan dat die ons welzijn oplevert? Maar een tijdje begon ik me af te vragen, stel ik wel de goede vraag? Want misschien was de vraag die we gewoon moesten stellen en die we met elkaar moeten stellen, van wat is die economie eigenlijk? Waar hebben we het over als we praten over economie?
Want wij gaan ervan uit, de economie moet groeien, dan gaat het goed met ons. Dat is het uitgangspunt. Maar als je dan kijkt hoe wij ons verhouden tot die economie, dan zie je ook dat we hele gekke dingen gaan doen, dat we op een hele rare manier erover praten. We zeggen, we kennen allemaal fysieke kenmerken toe aan de economie. De economie kan gezond zijn, hij kan kwakkelen, hij kan zwak zijn. En als de economie groeit, dan zijn we heel blij, krijgen we een warm gevoel van binnen. Als die economie een beetje krimpt, dan willen we offers gaan brengen. He, dan moeten we nu offers brengen, zware tijd, broekriem aantrekken. En dan gaan we dingen doen als bezuinigen op onderwijs, dan gaan we CO2-heffingen gaan we uitstellen. Dan gaan we allemaal dingen doen waarvan we weten dat ze eigenlijk niet goed voor ons zijn. Maar die offers die willen we brengen aan die economie, alsof het een soort antieke god is. En ik kan u verzekeren, dat is het niet. Dat is het absoluut niet. Als we praten over economie, praten we in praktijk eigenlijk altijd over het bruto binnenlands product. En ik schrijf sinds 2008 over de economie. En ik bedacht me tijdens het schrijven van dit boek dat ik mezelf nooit de vraag heb gesteld. Wat is die economie eigenlijk en waar komt dat bruto binnenlands product vandaan? Want als we praten over de economie en het herstel van de economie en de koning zegt dat het goed gaat met de economie, dan bedoelt hij dat het bruto binnenlands product, en dat is de optelsom, de financiële optelsom van alle diensten die we hebben geleverd aan elkaar en alle goederen die we hebben verkocht. Sorry, ik neem even een slokje water tussendoor. Het is best heftig als 750 mensen naar je kijken als je een slokje water drinkt, maar dat terzijde. Maar waar we het dan over hebben is eigenlijk, hebben we meer spullen geleverd? Hebben we meer diensten geleverd? Dus hebben we meer grondstoffen verbruikt? Hebben we meer brandstof verstookt? Hebben we meer, nou ja, enzovoort. En als we kijken naar het grote probleem van onze tijd, dan is het natuurlijk dat we minder brandstoffen moeten gaan verbruiken. Dat we minder energie moeten gaan verbruiken. Dat we efficiënter moeten worden. Dus wat zegt het over een samenleving als wij het succes van onze samenleving en hoe het met ons gaat nog steeds uitdrukken in groei, in dat alles meer moet worden, zonder dat we discrimineren wat er groeit. Hè? Want energie, als duurzame energie toeneemt, ik denk dat dat goed voor ons is. Als fossiele energie groeit, ik denk dat dat slecht voor ons is. In die zin, dat is even een zijlijn, maar ik weet nog niet precies wat ik ermee moet, maar ik zag in het programma dat de gaslobby ook hier sponsor is van het festival. Ik weet niet precies hoe ik dat moet rijmen in dit verhaal. Is het onderdeel van de transitie of juist niet? Maar ik wil het u wel meegeven voor het geval dat u niet opgevallen was. Maar wat we moeten gaan zoeken is hoe gaan we een economie bouwen, hoe gaan we een context creëren waarin ik, als ik hier naar dit festival wil en waarin u, als u naar dit festival wilt, als ik hier over een paar jaar, stel ik zou hier weer staan en nog uitgenodigd worden naar mijn opmerking van net, maar hoe gaan we dan een context creëren waarin het misschien niet alleen een optie is om klimaatneutraal, om zonder CO2 uit te stoten hier op het festival te komen, maar waarin het misschien wel de norm is. En niet omdat, omdat we dat graag willen, maar ook omdat dat goed voor ons is. En nu kom ik op onbekend terrein voor mezelf, want ik heb tot nu toe over mijn huidige boek Fantoomgroei geschreven. En ik heb beloofd dat ik ook over mijn nieuwe werk, mijn huidige onderzoek zou gaan praten. En waar ik mee bezig ben op dit moment is te onderzoeken van hoe kunnen we nou die context creëren, hoe kunnen we nou dat denkproces met elkaar zo krijgen dat we geen dingen meer doen die slecht voor ons zijn, die slecht zijn voor onze samenleving, die slecht zijn voor onze kleinkinderen. En een van de voorlopige conclusies die ik al wel heb, is dat wij zijn als mensen kuddedieren en wij kunnen niks alleen. Ik kan niet in mijn eentje, ik kan überhaupt niet voor mezelf klimaatneutraal leven. Laat staan dat ik in mijn eentje de wereld beter kan maken. En niemand van jullie kan dit met elkaar. Of kan dit alleen. Maar met elkaar kunnen we wel die context creëren. Dus dat is een heel belangrijk gegeven. We moeten kijken hoe gaan we met elkaar een samenleving bouwen. Hoe gaan we een kompas in onze samenleving inbrengen dat ons de goede kant op stuurt. Nou, ik kijk naar de kabinetsformatie. En wat ik heel interessant vind daar om te zien, je ziet allerlei politieke partijen die eigenlijk, als het om de inhoud gaat, het best wel met elkaar eens zijn. Het VVD wil het Olympisch kampioen klimaat worden, CDA wil de schepping redden, GroenLinks wil de natuur redden, maar eigenlijk willen we allemaal ongeveer hetzelfde als het op dat vlak gaat. Maar er is nog geen dag inhoudelijk onderhandeld. Waarom? De partijen zijn allemaal bang om hun politieke kleur te verliezen. Ze zijn allemaal bang om hun onderscheidend vermogen te verliezen. En dat is een tweede stap die ik zie in mijn
onderzoek tot nu toe, is dat we heel erg vasthouden in ons politieke systeem en in ons politieke denken aan denkbeelden die in de 18e en de 19e eeuw zijn geformuleerd. He, als we Adam Smith gaan lezen en de liberale grondbeginselen pakken, ja, dan gaan we niks vinden wat iets zegt over onze tijd, simpelweg omdat hij niet heeft nagedacht over de problemen waar wij nu mee worstelen. Als we... Zit ik op 20 minuten? Nee. Oh, ik kan nog even door. He, als we Karl Marx erbij pakken, dan kunnen we van alles vinden over een tijd waarin 99% van de mensen bijna niks bezat. Maar we kunnen weinig aanknopings vinden voor onze tijd. En dat is volgens mij de grote opdracht die wij hier met elkaar hebben. Hoe komen we los van al die dogma's die ons hier hebben gebracht? Hoe komen we terug van het dogma dat die economie moet groeien? Want als je realiseert waar dat idee vandaan komt, dan is het eigenlijk des te vreemder dat we daar zo aan vasthouden. Ik ga nog een slokje water nemen met... Want het idee dat die economie moet groeien, dat was tot mijn eigen verbazing, is dat helemaal niet zo oud. Dat idee stamt eigenlijk pas uit de Tweede Wereldoorlog. En waar dat vandaan komt, is we hadden in de Verenigde Staten een president, die was bezig met een beleid om te proberen een heel groot deel van de bevolking die arm was, van de arme working class, om die te verheffen. En die had een maatstaf nodig om te meten in hoeverre zijn beleid effectief was. In hoeverre de maatregelen die hij nam ertoe leidden dat mensen, dat Amerikanen het beter kregen. Dat ze vrijer waren, dat ze veiliger waren. Dat ze geen honger hoefden te lijden, dat ze een beetje vermogen konden opbouwen. Dat ze op een gegeven moment pensioen konden, dat er gezondheidszorg was. Al die dingen die wij tegenwoordig zo vanzelfsprekend vinden. Hij was bezig om daar een soort formule op te formuleren, een soort statistiek, een soort index, een matrix moet ik zeggen, dat was het woord waar ik even niet op kon komen. Maar op hetzelfde moment, hij was daarmee bezig, brak de Tweede Wereldoorlog uit en tijdelijk had hij opeens een heel ander probleem. Hij wilde die oorlog winnen en om die oorlog te winnen moesten ze een leger bouwen dat groter was dan dat van Duitsland en Japan samen. Nou, wat hij op dat moment nodig had, hij had even geen behoefte aan sociaal beleid, maar had vooral behoefte aan een matrix waarin hij kon meten hoe snel, hoeveel je dingen kon produceren. Dus hoe kan je zoveel mogelijk schepen bouwen? Hoe kan je zoveel mogelijk brandstof winnen? Hoe kan je zoveel mogelijk voedsel produceren? Allemaal om dat grote leger op de been te brengen. En die matrix die hij toen heeft ontwikkeld daarvoor, dat kenden we als het bruto nationaal product. Inmiddels het bruto binnenlands product, het BBP. En als we praten over die groei van die economie, dan hebben we het nog steeds over die matrix die toen is bedacht. Die methodiek die bedacht is als een middel om een probleem van die tijd op te lossen. En als je weet dat dat een middel was om een probleem van die tijd op te lossen, dan is in ons denken, in onze de nieuwe, ik durf het woord bijna niet te gebruiken, maar misschien wel de nieuwe ideologie, de nieuwe politieke ideeën die we moeten ontwikkelen, moeten we gaan nadenken, wat is het doel dat we nu willen oplossen. En ons doel, en als je nadenkt over het doel, dan moet je gaan nadenken, wat is het allergrootste probleem dat wij in deze tijd hebben? En ja, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken, ook niet als ik zo om me heen kijk, dat ons grootste probleem een gebrek aan spulletjes is. Hè? Integendeel, we hebben veel te veel spulletjes. Maar dat is nog wel steeds hoe wij over onze economie nadenken. Dat is hoe wij beleid maken. En dat is waarom wij denken dat een bedrijf als Shell een goed jaar achter de rug heeft, omdat ze weer 6 miljard aan winst aan hun aandeelhouders kunnen uitkeren. Maar uiteindelijk zullen we daar dus allemaal van af moeten. En de vraag is of dat kan. Ik denk dat het kan. De vraag is, gaat het uit Politiek Den Haag komen? Nee, ik denk niet dat het uit Politiek Den Haag gaat komen. Anders zouden we met de formatie misschien al wel wat verder zijn geweest. En toch ben ik heel erg hoopvol dat wij met elkaar een context kunnen creëren waarin wij over 10 jaar met z'n allen duurzaam naar dit festival kunnen gaan. En ik zie ook een paar lichtpuntjes waar dat uit, volgens mij uit op te maken is. En als ik kijk naar de omgeving van Tata Steel, die fabriek zullen jullie allemaal wel eens voorbij hebben horen komen in de media de afgelopen tijd. Maar als je daar kijkt, ik ken dat gebied al heel lang, ik heb er heel veel gesurfd. En er komt al, nou, zolang als ik daar kom, weet je op sommige dagen als je uit het water komt en je pakt je auto, dat die helemaal vol zit met vieze meuk. En heel lang is dat volstrekt normaal gevonden, heel lang is dat volstrekt geaccepteerd geweest. Eigenlijk van links tot rechts. Want die banen, die werkgelegenheid was belangrijk.
En er was een klein groepje activisten die zich daar ook al heel erg lang tegen aan het verzetten is. En als we nu kijken, en dan spoelen we de tijd een beetje door, dan zie je, er is nu lang genoeg over gesproken, er is genoeg geagendeerd. En opeens, een paar weken geleden, bleek tijdens een kamerdebat over deze fabriek dat de maatschappelijke context zo veranderd is, dat de politiek durft te zeggen, los van alle politieke dogma's die ze al die decennia, bijna 100 jaar denk ik, als het over deze fabriek gaat, hebben aangehangen, dat die opeens allemaal zijn weggevallen. En dat ze hebben gezegd, oké, die fabriek moet sluiten of vergroenen. En dat had echt niks te maken met een politieke visie. Dat is puur druk van onderaf in de samenleving. Mensen die met elkaar zijn gepraat, die ideeën zijn gaan delen. En die een andere norm hebben gesteld die uiteindelijk overgenomen is door de overheid. En dat is de hoop die ik heb. Dat zijn de luchtpuntjes die ik zie. Ik denk als wij met elkaar erin slagen om een nieuw verhaal te vertellen over onze economie. Om af te stappen van wat ik fantoomgroei noem. Hè, van die dogmatische blik op die economie moet groeien, ongeacht waar die groei vandaan komt. Ja, dan hebben we een kans dat de stem van de volgende generaties daadwerkelijk door ons gehoord wordt. En dat wij kunnen hier vandaag en hier in Nederland en hier in de wereld een stap kunnen zetten naar een duurzame toekomst. En het is ook tijd dat we dat gaan doen. En ik hoop dat we op dit festival daar een begin mee maken. En daarmee zou ik u graag de 3 dagen in willen sturen. Ja, applaus. Neem nog een slokje. Ja, lekker. Je dacht, ik neem het er nu even van. Hè? Nu kan ik, ja, nu kan ik even rustig gewoon even een slokje nemen. Ja. Sander, kom, ik kom een beetje naar voren. Dank je wel voor je verhaal. Jij bent historicus. Ja. Je bent geen econoom. Nee. Is dat nodig, denk jij, om met een frisse blik naar die economie te kijken? Ik vrees van wel. Ja, ik vrees van wel. Wat het voordeel is als je als historicus met die economie aan de slag gaat. En ik ben er wel sinds 2008 bezig met de economie. Dus ik ben er al wel redelijk ver in doorgedrongen. Maar het heeft mij ook nog 10 jaar geduurd om gewoon echt de allersimpelste vragen te stellen. Van wat is een economie eigenlijk? Ja. Waar komt het BBP vandaan? En als je dan met economen gaat praten, ja, het viel mij op dat bijna niemand dat soort vragen überhaupt maar heeft gesteld. Hè. We nemen zoveel aan voor dat is nou eenmaal hoe het is. En zolang we dat blijven doen, ja, dan hou je dus wat je had. En als we moeten veranderen, dat vond ik ook zo'n dingetje in die troonrede gisteren. Ik weet niet of het iemand is opgevallen, maar koning zegt dat we wat was het, een constante verandering of zo? Verandering is een constante, gewoon iets. Volgens mij minder zeggend kan je niet in een zin stoppen. Behalve dat hij problemen ontwikkelingen noemt, maar dat terzijde. Nou ja, we weten natuurlijk wel dat ontwikkelingen vaak in cycli gaan. Ja. Dus waar zitten we volgens jou? Volgens mij zitten we nu op een punt in de tijd waarop we een afslag kunnen nemen. He, dus als je kijkt, de Tweede Wereldoorlog is echt zo'n waterscheiding. Ja. He, we praten ook altijd over voor of na de Tweede Wereldoorlog in historische termen. En bijvoorbeeld, na de Tweede Wereldoorlog zijn we onze economie in dat BBP gaan uitdrukken. En na de oorlog zijn we heel erg veel maatregelen gaan nemen om te zorgen dat iedereen profiteerde van die economische groei. En daar hebben we ook het idee overigens aan overgehouden, dat economische groei goed voor ons is. Maar jij zegt eigenlijk, tenminste dat hoor ik een beetje tussen jouw regels door, jij zegt hier woorden die je eigenlijk niet zegt, volgens mij. Daar hebben wij dat idee aan overgehouden. Is economie volgens jou groei? Of moeten we daarvan af? Nou ja, ik heb het nu in het praatje buiten beschouwing gelaten. Maar ja. Eigenlijk, nou, we toch de tijd hebben. Nee, in het boek definiëren we het begrip economie anders. We zeggen, we moeten niet meer praten over het BBP. We moeten zeggen, economie is het vermogen van een groep mensen om samen een probleem op te lossen. Ja. En als je dat op die manier durft te definiëren, dan kan je het gaan hebben over die problemen. En dan ben je opeens bevrijd van dat hele spagaat. Van ja, die economische of de klimaatverandering en de transitiemaatregelen die we nemen om duurzaam te worden, die mogen niet ten koste gaan van de economie. Dus als je dan niet in staat bent om een probleem op te lossen, dan ben je ook geen economie. Nou ja, nee, maar die semantiek is belangrijk. Ja. Hè? Dus als je er anders naar durft te kijken, en als je zegt economie, dat is gewoon de kracht van ons samen. Hè? Ja. De kracht van onze ideeën, van onze werklust en ons kapitaal.
Je kan het een andere richting geven. En dat is wat ik hoop te bepleiten. En ik hoop dat dat ook enigszins naar voren komt. Leuk. Zijn er vragen uit de zaal? We hebben mensen rondlopen. Misschien kunnen jullie even zwaaien. Die hebben microfoons. Kunnen die even gaan staan? Ja, hoi. Wie ben je? Ik ben Reinoud, welkom. Als je een vraag hebt, rent Reinoud naar je toe. Precies, en aan die kant rent Esther naar je toe. Hey Esther, aan die kant Esther. Nee, Sander, volgens mij, als ik het goed heb, zijn er geen vragen. Dat betekent dat jij gewoon een glashelder verhaal hebt gehouden hier. Ik kan me bijna niet voorstellen. Nee, wat ik wel van jou wil weten. Ja, ik denk dat mensen echt denken, holy fuck, hé, dat vraagt nogal wat van ons. We moeten echt allemaal veranderen. Ja, wat voor innerlijke houding vraagt deze verandering? Ik denk dat het een hele open houding vraagt. Ik denk dat we niet bang hoeven zijn voor die verandering. Wat je volgens mij nu heel erg ziet, is dat mensen, we weten niet precies wat we moeten doen en wat we kunnen doen. Dus dan is het heel verleidelijk om maar weg te kijken. Dit zijn van die problemen die je heel lang voor je uit kan schuiven. Ja, ik denk dat dit een groep is die dat niet doet. Nee, maar dit is misschien wel een groep die ook iedereen individueel, als je gewoon heel eerlijk bent, meer kan doen dan je doet. En ik zal ook meteen mijn hand in eigen boezem steken. Ik probeer bijvoorbeeld, ik ga al een paar jaar niet meer met vliegtuigen op vakantie. Maar vorige week had ik iets voor werk in Polen. En het was wel dusdanig onhandig om daar met de trein te komen, dat ik wel in het vliegtuig ben gestapt. En dan zit je meteen in die spagaat, hè, van die afweging. Eigenlijk moet je het niet doen. En in alles wat je doet, kan je wat doen. Als je bij een groot bedrijf werkt, als je bij een energiebedrijf werkt, ja, dan kan je veel meer doen om het denken binnen zo'n organisatie te veranderen. Mijn echtgenote die werkt bij een bank. En die hebben enorme discussies. Moeten we wel of niet nieuwe gasprojecten gaan financieren? Ja, als je in zo'n positie zit en in zo'n gesprek zit, je kan dan denken, we hebben dat altijd gedaan, er is een goede marge op te pakken, de business case klopt, dus we doen het gewoon. Maar je kan ook zeggen, als je aan zo'n tafel zit, in zo'n gesprek tegen je collega's, wij doen dit niet meer. Wij willen onderdeel zijn van de oplossing en niet meer van het probleem. Dus wij doen dit gewoon niet meer. En dat kost ons op korte termijn misschien een beetje geld. Maar op lange termijn levert het ons allemaal heel veel op. En die afweging, afhankelijk van welke positie je hebt in de samenleving, sommige mensen, ik herken wat gezichten van mensen die er meer invloed hebben dan anderen. Maar die kunnen we allemaal voor onszelf, binnen de invloed die wij zelf kunnen uitoefenen, kunnen we doen wat we moeten doen. Maar hier op Sprinkta is het gewoon app en invloed. Zo, dat maken we ervan. Sander, ik wil jou ongelooflijk bedanken. We hebben een vraag. Ja. Wie ben je? Ik ben Hans Warmenhoven, werk bij Energiebeheer Nederland. Niet echt onderdeel van de gaslobby, maar toch zeker verdacht. De vraag je gaf net aan, en dat is het leuke van dat je historicus bent, op de vraag van waar staan we nou? Hè? Je zei eigenlijk, we zijn op een moment dat we de afslag kunnen nemen. En je refereerde even aan de Tweede Wereldoorlog. Dat maakt me een beetje bang, want dan denk ik, dat was nogal een moment. Hè? Er was heel wat voor nodig voor die afslag. Maar zie jij ook vanuit je historische blik ook signalen, en dan naar Nederland, Europa, mondiaal, dat we die afslag gaan nemen? Want ik ben namelijk vrij bang dat we dat niet durven. Nou, ik zie twee dingen. Dus ik zie in Nederland dat we allemaal zo naar onze navel zitten te kijken. Nee, niet iedereen, maar als we naar de politieke context kijken, zijn we in Nederland niet heel erg enthousiast bezig. Tegelijkertijd zie je ook in Brussel dat daar gewoon heel hard wordt gewerkt om echt ambitieuze plannen en doelstellingen neer te leggen. Ik zie ook dat als het gaat om de duurzaamheidsagenda's en de Europese subsidies die op te halen zijn in Brussel, en dat zijn echt enorme bedragen, dat er 26 landen hele mooie plannen hebben ingediend. En één land, en dan mag u raden welk land, heeft nog niks van zich laten horen. Dus er zijn allerlei bewegingen. In Nederland schokken we een beetje achteraan. De Tweede Wereldoorlog, je kunt het zien als een heel naar keerpunt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met ontwikkelingen zoals die in Duitsland zijn geweest. Maar de Verenigde Staten waren al voor die oorlog bezig met een heel sociaal programma en met een nieuw deal. Die uiteindelijk heeft geleid tot die grote welvaartssprong. Ja. En de rijkdom van het land is daar heel erg gedeeld. Omdat die Amerikanen die oorlog hebben gewonnen, hebben ze dat in West-Europa, dat model toen ook geïmplementeerd. Dus ik denk dat ook zonder die oorlog uiteindelijk, in ieder geval in Amerika, die ontwikkeling autonoom de goede kant op was gegaan. Dat die later weer
ontspoord is de andere kant. Volgens mij wordt het bekkertje afgaan. Is hiermee duidelijk geworden dat jouw tijd erop zit, ja, Sander. Maar niet getreurd, want Sander, jij hebt een heel vol programma op Springtij. Ja. Vertel, wat ga je allemaal doen? Waar kunnen we je allemaal treffen? Vanavond bij het Springtij Café. Ja, ik zit bij de Hongerige Burger, bij de transitie de rol van de banken erin. Ik zit nog bij een sessie van de Rabobank in een livecast. En volgens mij nog twee onderdelen die ik nu even vergeten ben. Kortom, je bent hartstikke druk. Geef hem een enorm applaus. Sander Heijnen. Goed dat je er was. Dankjewel.